Maar u weet dat u voor alles de schuld krijgt, hè? Ja. Wat denkt u dat uw approval rate is? Kijk, als je verantwoordelijk bent voor het beleid, en ik ben blij dat u deze vraag stelt, want ik zeg het ook, ik ben verantwoordelijk voor het beleid. Ik geef leiding aan het beleid. Dus als ik zie dat er bepaalde schakels in mijn regeerteam niet goed functioneren en ik vervang ze met presentiële teams, dan is het mijn prerogatief om dat te doen. Dan geef ik sturing van het beleid. Maar kijkt u goed wie die mensen zijn in die presentiële commissie. Het zijn mensen die geselecteerd zijn in die verschillende ministeries. Het zijn mensen die geselecteerd zijn, parastatale of particuliere, maar wel een bundeling van kennis. Die een tijd krijgen van 6 maanden, ga dat probleem voor me oplossen. Met max een jaar en zijn hooguit 2-3 commissies die een verlenging krijgen. Taakgericht, resultaatgericht. Dus ik zeg, als ik verantwoordelijk ben voor het beleid en ik krijg die tackle, ik krijg die verwijten, dan moet ik ervoor zorg dragen dat ik met die oplossing kom. Welke regering scoort goed in een periode van economisch herstel, in een periode van bezuiniging, in een periode van zware besnoeiing? Welke regering scoort goed daar zo qua populariteit? Geen enkel. Vergeet één ding niet. Je snoeit om te groeien. Als je niet snoeit, groeit het niet. Een plan snoei je ook om te groeien. Dus ik zeg, de 3 jaren heb ik zwaar onder druk gestaan, ook van die samenleving. Alles is tjan, tjan, tjan. Maar als die koers daalt, hoor je niet, het is tjan. Als die inflatie omlaag gaat, is het niet tjan. Als weer internationale reserve toeneemt, is het geen tjan. Maar dat verwacht u toch niet? Nee, maar geef even aan. Geef even aan, het is die samenleving. Ik zoek ook niet de credit. Uiteindelijk moet ik die verantwoording afleggen op 25 mei 2025. Waarbij ik nu zeg, in die tijdlijn van die 5 jaar, ben ik nu in die 3 jaar, waar ik die verantwoordelijkheid op me heb genomen. Maar ik zeg ook, met die verantwoordelijkheid breng ik ook die oplossing. En die oplossingen, die komen nu aan. Welk cijfer geeft u zichzelf? Ik denk dat cijfer geven heel moeilijk is. Als je het zou bekijken vanuit die internationale gemeenschap, dan moet ik woorden van IMF hier gebruiken, de chief mission die hier zit, die het ook niet kan geloven. Dat wij na een jaar, toen IMF ons in feite, omdat we BTW, mevrouw, we hadden BTW alleen niet gehaald, juli vorig jaar. Stop, IMF, ga je huiswerk maken. En ze zegt hier, het is bijna geen enkel land gelukt om na een jaar weer op lijn te komen met, het is jullie wel gelukt. Het is jullie wel gelukt al die hervormingen door te voeren. Het is jullie wel gelukt om die randvoorwaarden in place te brengen. Als je vanuit hun zou bekijken, zou ze misschien 8-9 geven. Maar natuurlijk zitten we hier met de samenleving. Voor wat betreft de economische hervormingen scoren we heel hoog. Voor wat betreft de beleving van die economische hervormingen op microniveau, op de samenleving, qua opinie, scoren we nog slecht. Maar ik denk, als ik even de sfeer volg van de laatste weken, zie je ook die opinie, ja, zin is geloven. Misschien de osso ai bai, misschien de man van Nikira even wat grong om hun groenten nu te gaan planten. Dat zien ze nu gebeuren, dat ze een stukje grond gehad hebben, wat al die tijd maar belofte geweest is. Men ziet ook die goedkope voedselprogramma komen. Men ziet ook namelijk die koopkracht. Want vergeet niet, koopkrachtversterking is niet alleen nominaal geld injecteren. Deze maand alleen, alle personen, ambtenaren en gelijkgestelden, hebben op hun account, op hun salarisslip, 4200 gezien, waarvan de 800 komend jaar komt. Vanaf 1 januari weer koopkrachtversterking. Maar dat is nominaal. Maar als die inflatie omlaag gaat, als die koers omlaag gaat, als die brandstofprijs omlaag gaat, betekent dat ook dat men met de SRD meer kan doen. Dus relatief zie je daardoor ook een stukje verbeteren van die koopkracht ontstaan. Prijs in de winkels. Migudu, koers gaat omlaag. Die prijs in de... Even, inflatie gaat omlaag. Brandstofprijs gaat omlaag. Die koers. Inderdaad, het is een uitdaging. En ik heb veel gesprekken gehad met ondernemers en een beroep gedaan. Ondersteun me 1 jaartje. Hou het op zoete winst. Hou het op zoete winst. Laat die prijzen een beetje
binnen bereik komt van de samenleving na een jaar, is er weer opleven van de economie na een jaar, is die koopkracht verbeterd. Van niemand heb ik medewerker. Daarom heb ik het besluit genomen. Het is een heel slimme manier van een revolving fund. Een fonds is daar zo. Daarmee worden die goedkope producten gekocht. Het wordt verkocht goedkoop aan de samenleving. Het geld wordt weer gestort op SRD-rekening. Van SRD-rekening weer US, weer importeren. En met één klein bedrag ga ik 17 maanden constant voedsel voorzien aan die samenleving. Die 20 producten waarvan nu al vastgesteld is dat ze 30, 40 en 50% lager zijn dan die supermarktprijs. En wat is die kracht? Die schakels die zorgen voor verhoging van de prijs, die weghalen. En aan de andere kant, als die koers zou stijgen, zou de prijs al lang gestegen zijn. Nu daalt de koers, maar de prijs is inderdaad een uitdaging voor ons als samenleving. Omdat je weinig invloed hebt op die vrije markteconomie, probeer ik dat nu te beïnvloeden door rechtstreeks die producten van de producent te brengen naar die consument. En ik zie dat het wel een spin-off heeft, dat nu de prijzen van bepaalde producten wel kunnen dalen. Zeker van uien, zeker van aardappelen, die dalen wel bij die andere supermarkten. Het is een uitdaging en ik heb de overtuiging, als we zo doorgaan en alle resorten zullen één of twee van die foodbaskets hebben, dat ook de importeurs en die handelaren ook zullen begrijpen, nee, we cannot compete. Let's join them.